Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Clip the brothers and sisters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah love say Allah subhanahu wa ta'ala. The here, the reardon, the foreseener, van alat huda. Die wij krijgen hier op aarde. En inshallah, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En het hiernamaals. We hebben gezien dat in het eerste vers, dat gaat over het vasten. Allah subhanahu wa ta'ala heeft aangegeven dat het resultaat van het vasten moet zijn dat wij als eigenschap krijgen Godvriezendheid, taqwa. En zo geeft Allah subhanahu wa ta'ala ons aan in de Koran wat de voordelen zijn van taqwa. En hij zegt in hoofdstuk Al-Imran, vers 15, Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, Lilladheena attaqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtil anhar. Voor degenen die Godvrezend zijn, bij hun Heer hebben ze paradijzen, tuinen waaronder de rivieren stromen, khalidina fiha, en ze zullen voor altijd daarin verblijven. Allah subhanahu wa ta'ala geeft aan dat als resultaat van Godvrezendheid, van taqwa, we de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala verkregen. In vers 76 van hoofdstuk Al-Imran zegt Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Want waarlijk, Allah subhanahu wa ta'ala houdt van de Godvrezenden. Geliefde broers en zusters, liefde van Allah subhanahu wa ta'ala betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala aan ons al het goede geeft. En hij houdt ons niet van al het goede dat hij heeft voorbereid voor de gelovigen. Godvrezendheid, geliefde broers en zusters, leidt ook tot succes. Succes in deze wereld en in het hiernamaals. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in vers 130, Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba ab'afan mudha'afa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. In dit vers van hoofdstuk Al-Imran zegt Allah subhanahu wa ta'ala, O jullie die geloven, eet de rente niet, verdubbeld meervoudig. Wattakullah, en vrees Allah, opdat jullie succes mogen hebben. Dus taqwallah leidt tot succes. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in hoofdstuk Al-Ma'idah vers 65, dat door taqwallah wij kwijtschelding krijgen van onze zonden. Hij zegt daarin, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw. Dus als de mensen van het boek zouden geloven en Godvrezend zouden zijn, la kafferna anhum sayyi'atihim, zouden wij hun zonden kwijtschelden. Door taqwallah, geliefde broers en zusters, geef Allah subhanahu wa ta'ala ons kwijtschelding van zonden. Dus alsof we die zonden nooit hebben gedaan. Het wordt uitgewist door Allah subhanahu wa ta'ala. Als resultaat van taqwa geeft Allah subhanahu wa ta'ala in ditzelfde vers ook aan dat wij inshallah door taqwa Allah het paradijs zullen binnentreden. Wala adkhalnahum jannatin na'im. En we zouden hen het paradijs binnen laten gaan met al de genoegden, al de voordelen die daarin zijn. Geliefde broers en zusters, Allah subhanahu wa ta'ala geeft aan dat taqwallah ons zegeningen geeft van Allah subhanahu wa ta'ala. Het leidt tot zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in hoofdstuk Al-A'raf, vers 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Als de bewoners van de dorpen zouden geloven en Godvrezend zouden zijn, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, zouden wij voor hen de zegeningen van de hemelen en de aarde openen voor hen. Dus door Godvrezendheid geeft Allah subhanahu wa ta'ala de beste levensvoorziening. Wat op aarde voorkomt, of het nu van boven komt of van beneden ons, Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons dat allemaal. Maar we moeten Godvrezend zijn. Wanneer we Godvrezend zijn, zullen we niet wanhopen, zullen we ons niet wanhopen over wat zullen we morgen eten of hoe zullen we overleven. Taqwallah, Godvrezendheid, open de zegeningen voor ons in deze wereld en in het hiernamaals.
En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala voor ons speciaal de maand Ramadan uitverkoren. Om die taqwa te kunnen verkrijgen. Zoals we weten, een lamp zal pas zijn licht kunnen verspreiden wanneer die lamp schoon is. Maar wanneer het vol stof is, dan zal je het licht van de lamp niet duidelijk kunnen zien. En zo kunnen we ook gaan schijnen in deze wereld. Maar we moeten ons eerst gaan reinigen. Wanneer we ons gereinigd hebben door het vasten, zal inshallah het licht van ons ook schijnen. Schijnen in deze wereld en in het hiernamaals. En dat is wat we allemaal willen hebben. Het paradijs binnentreden met de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.